In de grote kerk waren alle zitplaatsen bezet. Enkele tientallen bezoekers moesten daarom staan. In openheid, vertrouwen en respect willen we hier vanochtend bijeen zijn. Het was een fantastisch volle kerk met een enorme goede sfeer en een betrokkenheid op elkaar. Dus ja, ik ben heel blij. Maar veel dubbele gevoelens waren er ook bij mensen die vandaag liever in de Sint-Jan waren geweest. Maar ze zijn niet welkom. En waarom? Omdat ze lesbisch zijn of homo. Want dan mag je de kerk niet in. Ik ben heel boos. Echt. Maar als ik die woorden hoor van een geestelijk of van een bisschop, dan denk ik me, pleur op alsjeblieft met die huichelarij. Dat is echt huichelarij. De bisschop zag zich na felle kritiek van een deel van zijn achterban genoodzaakt om de gebedsdienst in de Sint-Jan af te blazen. Waarom had u slappe knieën? Nou, ik had geen slappe knieën, maar ik ben niet de einde. Ik heb een baas boven mij en die neemt dan besluiten daarover. Persoonlijk vond Van Rossum dat de viering in zijn kerk wel had kunnen doorgaan. Deze opstelling viel bij de kerkbezoekers in goede aarde. Het was fijn om daar een stukje bevestiging in te zien dat het goed was wat we hier hebben gedaan. Ik denk dat het ook juist bij alle deelnemers dat eruit sprak dat hoe belangrijk zij deze viering vonden, dat die plaatsvond. Ik ben nog steeds boos, dat merk ik.